dames en heren, een hele goede morgen. Welkom in Bobland. Het is hier plezant, denk ik dan. Zoals jullie weten, in Bobland heb je dit nodig als je een onderuitje wil maken met dit hier. Alright, dames en heren. Deze gasten zijn er ook bij. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park fans. Abonneer op Jurgen, Vitanimo, op de Jeffrey. Hallo. En de vraag is, ga ik veel filmen? Ik weet het niet, maar ik ga wel onderuit filmen. Het is Bobby Arland vandaag, het is vol zet blijkbaar. Het is kei gek gewoon. Gisteren was ik in Toverland, het was daar niemand. Oh, verstoppertje. En vandaag kom je hier toe in Bobby Arland, sta je in de file. En zoiets van, oh, gaan we hier daar echt naartoe? Ja dus, we gaan er echt naartoe. Alright, dames en heren, veel kijkplezier. We gaan Bobland plezieren vandaag. Alright, let's go. Jeffrey man, in Bobby Arland is dek oké, en vooral op de Donkey Donkey. Ja, dat doe ik wel. Ja, ik vind hem ook nog leuk, dat is waar. Zeker dat stukje naar beneden. Ja. Huh? Dat eerste dropje is leuk, dat is waar. Ja, absoluut. Oh man, deze morgen aan de ingang, dat was een fiasco tot en met. Ik heb dat niet durven filmen. Nee, dat was een beetje dramatisch. Hè? Je zou denken dat Wallaby erger is. Nee, hier is het erger. Ja, goed. Niet veel aan te doen. Kom, we gaan een leuke dag beleven in het plezantste land. Om 4 uur sluit alles. Maar goed, het park is open tot 5 uur, maar we weten dat nu al. Het is het plezantste land. En het is plezant dat vroeger sluit ook. Dat hoort erbij. Om de nodige. Absoluut. We gaan lekker heen vanmiddag. Dus. Ja, wat gaan we eten? Panos. Ja, misschien. Maar ik ga wel eerst op de furry voordat ik gaan eten. Ik ook. Want misschien en achteraf een furry dan op de furry, man. Dat weet dat niet, hè? Oh yeah! Ik heb hem niet. Ah ja, toch wel. Soms is het moeilijk. Hey mensen, ik zou zeggen, enjoy van deze video. Geniet ervan, we gaan okie dokie doen, want ik vind dat ik oké. Abonneer ook op dit YouTube kanaal, volg mij op de social media en let's go. Oh yeah mensen, hier gaan we. We gaan de Nokkie Dokkie in. De eerste attractie voor vandaag. Mijn beugel zit niet goed, hè. Dat is normaal, Bobby. Ja, het is al normaal, man. Het is vreemd. Ik ben benieuwd naar Fury, echt waar. Alright, here we go. En de drieën, en de ene. Hey! Dat is de arm van Jeffy. Hey, hoppakee. Hop. Hey! Wow! Ik voel me als een vis in het water. Wil ik dat een schooluitje doe vandaag. Het is echt plezant. Het is plezant in het plezantste land. Oh, remmen. Oh, nu hè. We gaan in de topattractie van Bobby Arland. Met de Dolo. Wie gaat er mee? Allee, dan gaan we een Dolo. Zijn zot? Dan mijn Dolo van? Zijn hier toch leukere dingen dan Dolo? Ja, eerlijk wel. Ja, allee. Ja, dat was dan nu nog geen Plopsakkozen, ik stond nog geloven, maar anders weet je niet wat doen daar. Er is wel geen wachtrij. Ja, het zou jammer zijn dat er daarvoor een wachtrij zou zijn. En je kunt nog een kasteel binnen gaan ook tijdens Halloween, dus ja. Op dat gebied savan nog. Alright. Nee, ik ga in de Dreamcatcher. We gaan dromen van mooie meisjes. Ja, absoluut. Elke dag. Van de nieuwe K3 misschien. Wat ga je doen, Jeffrey?
nieuw Klaasje zoeken. Een nieuw Klaasje? Hier in Bobby Allen. Een Klaasje voor je vaasje? Ja, dat is deze vaas, moet je Alright, we gaan de Dreamcatcher in. Let's go! Dames en heren, het is 11:08, 11:09 ondertussen, vrijdag 28 mei. Jurgen, oh ja, reclame van Mr. Team Park Frans. Het oude logo zelfs nog. Het is een logo, het is een brol dat je meegegeven hebt. Nee, het is niet mijn brol. Maar ik heb nog geen nieuwe, met nieuwe logo. Een mega grote hamburger, pulled pork. Ja, de pulled pork. Mega burger. Groot. Kijk, zit er nooit. Met... En mijn favoriete saus, die mensen, barbecue saus. Jawel, dat ligt er wel op. Ah ja, oké. Daar van onder, hier ergens. Okay, ja. Ja, het ligt erop. Dat is super lekker, die barbecue saus. Mag ik? Ja, doe maar, doe maar. Zeker? Ja. Smakelijk, jong. Nee, dat is niet lekker, zeker? Speciaal. Ja. Ja, ik ga een keer proberen. Ik denk dat er een krabsalat tussen zit. Jeffrey had hier ook proeven van de gefrituurde worst. Oei. Zo van nog. Die van Pool zijn beter, maar die zijn anders. Maar niet slecht. Ik zou eigenlijk eerder iets anders zeggen, maar ik ga maar zwijgen. Dus de worst is net in mijn hamburger gebeten. Speciaal. Ja, Jurgen is tot de ontdekking gekomen. Hè? Ja, smakelijk maar ondertussen. Mm-hmm. Dus zoals ik al dacht, die groentjes, dat is geen krabsalam, maar dat is worteltjes met witte kool. Maar het smaakt wel als krabsalam. Of witte selder. Is het kool of selder? Ik denk dat het witte selder is. Witte kool, ja. Het gaat... Met de kool, denk ik. Witte kool. Normaal is witte kool. Met een soort mayonaise. Maar het is zoet en dat is precies de smaak van krabsalam. Ja. Het is misschien om de geen vleeseters te misleiden. Dat kan. Ja. Maar het is niet super slecht. Nens. Het is eetbaar. Voor pretpark te zijn is dat best wel nog zo van. Ja. En Jeffrey, hoe is uw gefrituurde worst? Van goed mee. Ja? Ik vind het wel lekker. Oké, smakelijk. Dankjewel. Je kunt hier nog de krant lezen in Bobby Arnans. Als je broodje koopt, dan staat er daar allemaal op. Een recept voor een nieuw drankje. Dat is voor beter te worden, dat is voor geen corona te krijgen. Dan heb je hier nog een receptje voor eau de cologne, dat is voor haar te laten groeien. En dan heb je hier ook nog ergens een receptje, de piano's. Dan is het met live muziek en kun je achteraf lekker zuipen. Live muziek? Oké, waar? Ja, de piano's, harps. Huh? Ja. Kijk, dat is een recept voor jullie. Ja. Voor haar te laten groeien. Oh nee, die de zonnecrème. Het werkt wel. Kijk, daar staat haar op. Ja. Begin al. Het recept werkt. Zeker doen. Ja, het recept werkt. Zeker doen. En bij Jeffrey ook, kijk. Ja, het werkt echt. Ja, meer op dan bij hem.
Is hier de Battle of the Hair misschien? Tja, ik zou ook wel nog een keer naar de kapper moeten gaan, hè, want we hebben haar gesneden thuis, maar kijk, we hebben iets vergeten. Kijk. Kijk, het is super lang. Ja, goed. Ja, maar... Ja, dames en heren, we gaan de Fury in. Hop, hop, hoi. Hopelijk hebben we geen Fury van de Jeffries en een saucis. Ja. Een mondkapje. Ja, dat Jeffrey, man. Yes. Ja, we gaan Fury doen. Ja. Weet je dat je ook gaat de Fury doen? Ga maar zien. Dit vlees, dat is veel te lang geleden. Het is lang wachten ook vandaag voor de Fury. Ja, valt ons op. Ja, ja, kijk, nu is het wel goed, maar daarnet was het eigenlijk echt wel traag. Maar nu, nu gaat het goed. Ja? Denk ik. Hoop ik. Want zin. Ik vind het wel eigenlijk dat de mensen iets niet mogen vergeten vandaag. Ja, wat? Ja, abonneer namelijk op Lichte Teamperson. Ah ja, dat klopt, dat is waar ook. Leukste kanaal van België. Geen idee, ik weet niet dat dat waar is. Misschien? Ja, laat het gewoon weten in de comments wat je ervan vindt. Is het waar of niet waar? Zet het gewoon in de comments, ik ben benieuwd. Als je mij vraagt, wel. Voilà. Ja, wel, dit ding is in mijn maat, man. Allee, proficiat. Ja, van de Fury in. Let's go. Ja. Alright, de Fury in. Jeffrey, ik hoop voor jou dat je geen Fury hebt. Hè. Dank u. Daar heb ik geen zin in. Alright, here we go. Drie en een tweeën en een ene. Ah nee, nog niet. Winnaar. Yeah!
Hey! Oh! All right. Leuk. Nog een keer. Oh! Ja. We hebben Puri gedaan en het leuke van alles is, de mensen die nu in de rij staan moeten nog een beetje langer wachten dan is kapot. Ja, het is niet van mij, het komt niet van mij. Nee, Jurgen. Als Jordi op een attractie zit, dan gaan ze iedere keer achter dat eruit komt kapot. Nee, dat is geen waar. Vorige keer had op Anubis gezeten en dat was niet kapot dat eruit kwam. Anubis werd maar af van BNB-auto's, ja. Sorry jongens, ik zeg dat niet. Dat is deze man hier die dat zegt. Hè. Ik zeg dat niet op video, op dat wil zeggen. Je mag, je zit op een bankje. Dat mag. Je hebt de reden, je zit het eerste te drinken. Dat mag. Het eerste, ja. Dat zalig. Ik doe hem liever achteruit om eerlijk te zijn. Vooruit vind ik er niet veel aan. Ik kan dat niet zo goed tegen, achteruit, dat weet je wel. Dat ik de kans kreeg, ga ik hem nog een keer achteruit doen vandaag. Jurgen, wat je zegt, het is hetzelfde. Ja, Jurgen, jij hebt nog op niks mee geweest van mij. Jawel, ik heb dat gemist. Ik heb de spannendste attractie gedaan die jij niet wil doen. Niet wou doen op dit moment. De monorail. Wel, we gingen daar eigenlijk net de rit op maken wanneer we eruit kwamen. Dit is waar, we waren aan het discussiëren in de rij van men nog niks gedaan met Jurgen staan. Ja, ja, ja. We moeten ik ga ook wel dingen doen, als ik op maand zijn, ben ik met onkel Jurgen gewoon tijd nodig om erin te komen. Maar de tijd is bijna om. Het is normaal doen, hè. Wel, het is nog maar nog, het is al middag. Het is nog maar een uur, hè. Oké, we gaan een broodje halen en het goede nieuws is dat mijn eten erin gebleven is. Ja, inderdaad. Ik moet broodjes halen, ik moet attracties doen. Ja, dat is waar. Broodjes halen en eten is tijdverspilling in het pet, maar ik moet attracties doen. Ik ga naar vuren. Ja, doen. Gewoon doen. Je is toch kapot. ja, we gaan op de splash. Jeffrey, man. We gaan splashen. Ja, yes. En wie zit er van voor? Ikke. Allee, we gaan ons gedragen like de kleine kindjes hier op de splash. Joepie! Yay! Enjoy! Hola! Oh! Jurgen, je bent te zwaar! Jan! Amai! We gaan zinken! We gaan splashen! Hier gaan we! Yeah! Oh! 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 Shit, man! Oh my god! Leuk? Ja, gaat het nog, man? Ja, beetje shampoo. Ja, absoluut. Denk je het? Nee, dat is dat water die niet open genoeg heeft. Dat zijn zelf proper water. Amai. Oh. Is dat water van de rivier hier? Maar ik weet wel dat er weinig water in zit, maar ja goed. Wow!
Wat een avontuur, wat een avontuur. Oh! 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 Oh man, we zijn kletsnat. Dat is niet normaal. Dat is een natte splash. Ja, die in Plotseland is droog. Ja, ongelooflijk. Oh, ja. En oké. We zijn op de spannendste attractie van heel Bobbejaanland. Ja, wij zoeken, Kaatje zoekt eentje, maar wij vinden Kaatje niet. En ik zoek, en ik vind het eentje niet. Ja. Oh, ik heb Kaatje gevonden. Oei, dat mag ik niet filmen, hè mensen. Dat is, dat is niet voor gevoelige kijkertjes. Ik heb Kaatje gevonden, ik blijf even kijken. Oei. Oei, nee, nee, niet voor gevoelige kijkers, dat gaan we niet doen. Ze hebben hier de spannendste attractie van heel Bobbejaanland. Een echte naap, namelijk de King Kong. De spannendste attractie van heel Bobbejaanland is dat. Misschien moet ik daar een keer op gaan, dat niet lang wachten is. Hey, ze hebben hier ook nog iets vernieuwd. Dat is hier deze ingang hier. Dan de Revolution helaas niet open, maar de hamburgers zijn wel open. Geen zin in. Nee, ik moet wel nog eten voor middag. Hoe laat is het? Het is 2:20. Ik moet nog middag eten, maar zoals je ziet, de rij staat. Oeh, zal misschien best wel nog meevallen. Misschien moet ik hem een keer gaan kijken. Maar de spannendste attractie van Bobbejaanland mogen we zeker niet missen vandaag. En hoe druk is het hier? Ja, hoor ik al in Bobbejaanland. No way. Weet je dat bikkiekraampje hier, hé? Weet je hoeveel mensen dan er staan? Voor heel dat kraampje te bedienen? Eentje. Niet normaal. Welkom in Bobbejaanland. Alles kan, alles mag. Het is plezant. Nou ja, de spannendste attractie van heel Bobbejaanland. Ik denk dat het kapot is. Jurgen, je hebt pech. Deze keer heb ik dat niet kapot gemaakt. Het werkt dus zodat ik het niet. Ah, toch? Oké. Het is niet kapot. Oei. Gaan we erop? Ja, we gaan daarop. Nee hoor. Oké. Okay. Jeffrey? Ik ben bang van gorilla's. Gaan we op de gorilla? Hoi. Of gaan we iets anders doen? Ik ga vooral iets van eten. Ja. Dat is een strak plan. Alright, dames en heren, ik heb eten gevonden. Wauw, ik heb er nog niet te lang voor moeten aanschrijven. Wat is. Ik weet niet, ja. Ik ga weer gewoon een beetje wandelen. Ik ga Jeffrey zoeken. En je hebt ergens een plekje gevonden voor ons. Ah, daar dus. Lekker eten in Bobbejaanland. Wel duur, €10,50. Maar ja, goed. We zijn nog gewend dat het hier is in pretparken. Nee, eigenlijk niet. Alright. Lekker. Dag Jeffrey, jongen.
Dat was smakelijk, man. Ah, toch een zin gevonden. Ja. Had ze dat toch? Ja. Godverdorie. Dat kan er niet op. Ja, dat is lekker. Dat is lekker tegen jou, hè. Okay. Dat is. Ah, ja. Ja, dat is lekker. Kan ik hier een paskos frietjes sorteren, zeg maar? Ja, maar moet wel toegeven, Jeffrey, het was ook maar Jurgen die het zag, hè. Ja? Ja, jij was al weg en nog een keer stond dat daarop. Jawel. Ik moet niet eerlijk zijn, ik moet niet zeggen aan Jeffrey, want ik ga dat eten. Dat heb ik wel verteld, hè. Dat was al onbesteld toen we dat het zagen, maar eigenlijk zijn dat daar ook heel onbesteld. Ja, het was Jurgen die het zag eigenlijk. Ja, ik had Ja, ik kon het eigenlijk ook niet gezien, hè. Ik zou het plotseling passeren. Ja. Smakelijk. Maar ik hoop dat het ook lekker is bij u. Ja, wees toch ketchup. Voilà, smakelijk, man. En? Het is gelukt voor op te filmen. Ja, tuurlijk. Mm. Allee, smakelijk allemaal. Smakelijk. Alright, vers frietje. Vers. Het zijn koude frietjes, maar dat had me verwacht. Lekker zegt, hè. Dat is niet koud, maar low. Dat is kerstroos. Oké. Okay. Hoi. Het is tijd voor het namiddagmaal. Ja, want het is al een stukje in de overgemiddag. Maar we hebben toch eten gevonden dankzij een gouden tip van Jeffrey. Hier in het saloon gedeelte. En wij eten eigenlijk dit. Dat gaat wel lekker uit. En dat is ook een tip van Jeffrey. Maar helaas, Jeffrey had het niet gezien en hij heeft dat niet kunnen bestellen. Maar ja, het zal smaken zeker. Dus mensen smakelijk en smakelijk eten. Ja. Het kost wel. Het kost 10 euro in bak. Ja. Maar het is een drama. Je dacht ook eerst dat het lang mee was. Oh, lekker, hè? Het is niet slecht, hè? Van meer, hè? Ja, sorry. En dan beter gegeten in een pretpark dan dan. Beste mensen, Jordi is zeer nauwkeurig en gedetailleerd de kwaliteit van het voedsel aan het testen. En wat gemakkelijk. Dat is voor moed kunnen praten. Maar hier kunnen we wel zeggen, niet het spelletje spelen, zoek de groentjes. We hebben wel groentjes. Ja, nu wel. In andere parken vind je de groentjes niet. Jordi, is het lekker? Val mee. Oké, val mee. Ik had er mee op verwacht. Oké. De pita bar is beter. Oké. Oké, te zijn te stoppen, die zijn er keer tot de mee. Dat is goed. Hoe moet je dat doen, jong? Ja, doe het, hè. Oh. Wees. Hm? Wel lekker. Vind je hier al lekker? Mooi. Ja. En Jurgen, hoe smaakt die? Mmm. Bello. Op zich is het niet slecht, niet slecht, maar ik vind het niet zo tof dat er zo'n groene ding in mijn tomaten zit. Ja. En ik vond daarnet ook niet tof dat ik dat schaaltje voor mijn neus kreeg, dat er een vuile schotelvlot of noem ze of een vaatdoek of wat dat lag, en daar is wel mijn eten aan geraakt en ik vond dat ook niet zo appetijtelijk om dat zo te krijgen. En ik vind het niet slecht, maar ik vind het veel geld voor hetgene wat het is. Maar ik vind dat, ja, 10,50 op zich valt het wel mee, maar de kwaliteit is er niet naar voor die 10,50. Nee, is ook niet, ja. Het zijn chicletten-fritten met droog vlees, maar het is echt droog heet vlees. Allee. Nee. Ja. Ik zou dat zelfs niet geven op mijn werk. Ja, echt niet. Ik zou dat geen schrikkel waar nodig. Meer kijk, en frietjes select chicletten. Klopt, dus nog even. Dames en heren, we hebben gegeten. Ja, kijk, lekkere frietjes. Nee, dat is het dus. Niet chicletten-frieten, ik versta het niet goed. Het is nogthans mee kijken, maar goed, niks aan te doen. Jeffrey, had ook lekker gegeten? Oh, dat okay. Ja. En Jurgen had ook zeer lekker gegeten. Heerlijk. Met een Mexicano erbij, jongens. Kijk eens. Hoe lekker dat die is. Jammer dat er geen geureffecten in deze vlog zitten. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Jeffrey, mondje open. Nee, dank u. Mondje open. Voor mijn katje is dat dan ook. De kat had dat laten liggen. Wat aanbieden voor Jeffrey's katje? Kat had dat laten liggen. Allee, kijk eens mensen. Dat is... Allee man, dit is niet te vet. Hebben we er nog sap eruit? Zap? Ja, er komt vet uit. Heerlijk. Kijk.
wat een belevenis hier in Bobbejaanland. Conclusie, mensen, is het lekker? Nee. Het is niet te prettig. Dames en heren, ja, Jeffrey is de held van de dag, hè? Altijd, man, altijd. Ja, men toch een keer de horecamanager erbij gehaald. Allee, hij toch. Ja. Hij heeft te vertellen, mentje gedaan. Ik weet niet wat dat hij verteld heeft, maar we gaan geen details vertellen. Maar we hebben wel een compensatie gekregen, dat kunnen we er wel bij zeggen. En ik denk dat Jeffy dat expres heeft gedaan, want volgens mij dat je de volgende keer komt, wil je ook ons plaats eten. En dan heb ik zoiets van, ja, als wij het niet goed vinden, dan wil Jeffy de volgende keer een lekker plaatje. En ja, dat is er een, denk ik, dat je gaan hebt. Yes, dat klopt. Jurgen, ik zit er dik op. Wat zei je? Ik zit er dik op. Ik ben hem best, ik zit er nee, dik op. Nee. Zie me later. Nee, maar ik zei tegen jou toch, van de reden waarom dat Jeffrey nu de horecamedewerker wil spreken, ja, allee, de manager, is dat hij de volgende keer naar Bobbejaanland komt, hetzelfde wil eten, als like wij, en dat hij een goed plaatje wil. Ja, een goed plaatje. Ja, een goed plaatje. Plaatje. Nee, een goede schotel bedoel je. Ja, een goede schotel. Ja. Voilà, ja, dat klopt. Ja, het is nog niet gedaan, hè. Allee, anders heel jender, hè. Ha 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 ha
Is het een leuk ritje? Zie je nog slecht? Oh nee! Welkom in Bobbejaan, gasten! Ja, Jeffrey, man, hoe was het op de dingen? De aanstaande menu van de Naziki, of hoe noemt dat hier nu weer? Van de Reps. Van de Reps. De Reps, die noemt als Aztec Express. Aztec. Was het een express? Ja, een toetemachine, maar het is in beeld, hè. Als we nog niet hebben gezien. Ik heb het niet even gezien. Ik ga nu vragen of het moment. En Jurgen, hoe was het? Ja, nogal draaierig eigenlijk. Het was wel fijn, het was wel fijn. Was ook... Van mij deed het mij vooral denken aan mijn kinderjeugdjaren op de kermis. Zo'n molen vond ik wel fijn. Mm-hmm. Dus dat was plezant om dat hier ook te beleven. Maar amai. Na een volle maag is het iets niet aan te raden. Ja, dat snap ik. Een dankje van Bobby Allen. Ja. En had hij sleden? 4:45. Dat is tijd, hè? Ah, dat is nog een half uur. Dat was Bobby Aland voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wij hebben ons geamuseerd in het plezantste land. Het was plezant, maar is het plezantste land? Er zijn misschien andere landen waar het ook plezant is, maar goed. Maar plezier maak je zelf en dat hebben wij vandaag wel gedaan. Ja, dat hebben wij zeker gedaan. Ja, ja. Absoluut. Bobby Aland doet er een tikje bovenop dat je toch plezier maakt. Maar ja, plezier maak je. Ja, dat is overal zo. Dat plezier waar, maak je zelf. Ja. Zelfs je op café gaat, plezier maak je zelf. Dat is zo. Dat is waar, zeker waar. En nog een keer dank voor dat ze toch hebben rechtgezet. Uiteindelijk, dat wil ik ook nog een keer zijn. Ja, tuurlijk. Ja, we hebben een compensatie. Ja, vooral Jeffrey eigenlijk. Ja, ja. We weten eigenlijk ook wat er gebeurd is. Er is nog altijd een ziekte op tour. En misschien heeft hij wel parten gespeeld onder de horeca vandaag. Ja. Maar geen probleem. Het was leuk. Het was fun. Ja. Maar goed, ik denk dat dat wel een algemeen probleem is in veel pretparken. Ja, dat de horeca soms wel een keertje in het honderd loopt. Onze ervaring weet dat. Maar hey, dames en heren, vond je deze video leuk? Zou ik zeggen van abonneer zeker op dit YouTube kanaal. Ook op het YouTube kanaal van Jeffrey en van Jurgen. Ja. Weet dat niet, maar ik weet niet. Jeffrey, zeg ik hier je kanaal. Want mensen weten dat niet. Roller Coaster Channel. Ah. Oké, okay, en dat waren wij daarnet vergeten. Inderdaad, Rollercoaster Channel. En Jurgen Vitanimo, jullie kennen hem vast wel. Maar nu is het tijd om naar huis te gaan. Yes. Ja. Yes, dit was het voor vandaag. Alright, oei, mijn meulenbanden nog. Ja. Ja, dames en heren, thanks for watching. En tot volgende keer. Tot subscribe op dit YouTube channel. Bye bye.